Mijn naam is Tim van Dalen. Ik ben op dit moment business consultant voor Imagen met betrekking tot het waterschappen. Dus dat betekent dat ik moet verdiepen in de problemen die de waterschappen hebben en kijken of wij met onze oplossingen en producten daar een, laten we zo zeggen, iets kunnen bieden voor dezelfde waterschappen. En wij proberen verschillende bronnen van informatie die beschikbaar zijn van de waterschappen met elkaar te combineren. Met de ene bron van informatie de andere te verrijken. Zodat je er meer uit kunt halen dan alle informatie afzonderlijk. En dat is tegenwoordig met de moderne term machine learning. Waterschappen hebben natuurlijk een beheerstaak, een onderhoudstaak ten aanzien van de watergangen. Want het moet allemaal afgevoerd worden, het water wat als regen naar beneden valt. Nou, het kan zo zijn natuurlijk dat als die sloten dicht gegroeid zijn met allerlei waterplanten, dat het lastig is om die water af te voeren. Dus dat moet in de gaten gehouden worden dat op een zeker moment die dingen schoongemaakt worden. Nou, wij hebben daar een prachtige oplossing voor. In de zin van dat wij gebruikmakend van infrarood plus satellietinformatie, dat wij onze software extra informatie geven om die dichtgegroeide sloten te kunnen herkennen, om het te interpreteren en vervolgens de juiste signalen te geven aan de gebruikers van die informatie. En op die manier het werk van die waterschappen en van de waterschapmedewerker een stuk makkelijker te maken.